Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. Voor de toevallige voorbijganger gold het parool wegwezen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Laat nooit meer iemand zeggen dat ouderen van dit alles niets begrijpen. Lief zijn blijkt niet aan leeftijd gebonden. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt, kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten. Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulks. Al moest men hier wel met belangstellenden rekening houden. Ook voor de alleen maar lieve toeschouwers viel er genoeg te beleven. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijke auspiciën gegeven liefdesfeest in de Rai, dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirenegeloei afgestoken rookbom.